ga hem Londen verkopen. Ik zeg het heel blij, maar ik ben er helemaal niet blij mee. Hele leuke dingen met haar meegemaakt. Ik heb zeker leren paardrijden op haar. Ik heb er sinds ik in groep 8 zit en ik zit nu inmiddels in de derde en mag bijna naar de vierde van de MAVO. Dus dat is al een aardig tijdje, 4,5 jaar volgens mij. Een hele goede morgen, misschien iets te vroeg morgen. We staan met mama in de auto. We moeten nog 5 minuten rijden en dan zijn we bij de keuring. Oeh, we hebben er zin in! Moeders. Oh ja, ik moet even opletten, anders dan rijd ik de keuring voorbij. Ik ken het hier niet zo goed. Ik wil heel graag hopen dat het goed komt. Maar het kan natuurlijk ook altijd nog zijn dat hij afgekeurd wordt. Maar we hopen dat hij goed gekeurd wordt. Hey, we kunnen nu gewoon de naam zeggen. Cerrito. Zwart paard, witte staart. Nou, we gaan ervoor. We hebben om 7 uur 's ochtends de keuring en het is op dit moment 7:15. Dus ik denk dat we precies op tijd zijn. We zijn op de boer ontoer en hopen dat we een volle trailer mee terugnemen. We zitten weer in de auto, nog steeds met de boer on tour en we zijn wat rijker. Een paspoort! Nou, niet rijker, we zijn armer. Zegt zeker arm. Maar we hebben geen auto. We kunnen niet meer eten. We leven vanaf nu op straat. Ja. Maar we hebben... Ik bedenk dat ik ook niet meer betalen. Maar we hebben een volle trailer achterin. Ja, achterin. We hebben een volle trailer. En hij mag mee naar huis toe. Yay! Dus ja, we gaan nu naar de stal toe. Jee, heel blij. Het is nog niet echt tot ons doorgedrongen. Nee, ik heb er nog geen... de opluchting is er nog niet. Na alle dingen die er tegengekomen zijn, die ik niet verwacht had tegen te komen. Dit was paard nummer 1920. Wacht hoor. Het is een Sangersheide. En dan een Belgisch merk. Hij is volgens zijn paspoort black brown, maar het wordt nog een schimmel. Daarom heeft hij ook een witte staart. Alleen dat duurt even. Zijn vader van 11 die is nu pas helemaal schimmel. Dat heeft even geduurd. Het is een warmbloed. Hij is op 10 april jarig. Komt uit 2017. Zijn naam is Cerrito DV en dat is van de Fokker waar we net mee zaten. Ik weet niet waar de Z voor... Oh, de Z staat voor Zangersheide, denk ik. Nog meer hier staan, even kijken. Oh ja, hij heeft zijn vaccinatie net gehad. En hij heeft een FI-paspoort, want hij is al internationaal gestart. Dat hoeven wij niet meer te doen. Hij heeft mooie stempels. En, waar hij allemaal geweest is, hij is in Frankrijk geweest. FI-FET-DEL. Dat dus. En dokter Abrim Ben Salah. Geen idee, ook iets met de vij. Maar ja, cool. Leuk man. Ja. Het is heel leuk om zo te filmen. Nou, hij is in ieder geval lekker gepoept. Nou, hij had nog iets van poep. Andy? Ja. Ik vind het wel spannend. Nou, dit is wel spannend hoor. Heel spannend. Nou, welkom thuis. Heb je al een plekje gevonden? Ja, doe maar. Je hebt ook een hooi. Lekker hoor. Nou, dan kan je even bijkomen. Jee. Testen door jee. Zo, hij staat inmiddels in de stal. Wij zitten weer in de auto. We zijn niet meer met de boer on tour. Wij gaan nu naar de bakkerij en we gaan taart halen. Want het sluit op taart, want ik heb een nieuw paard. Nieuw paard.